Ja, ik heb het gehoord. Nou, ik vind het wel jammer, want het is wel een leuk dorpsevenement. En dat dat stopt is altijd jammer. Vind ik heel jammer, heel jammer. Op die manier komen de mensen niet meer bij elkaar. Is er geen feest meer. En dat beetje wat je hier nog hebt, dat ontnemen ze nog van je. Nou, ik vind het schandalig. Teleurstelling in Poeldijk, rondje Poeldijk. De feestweek van het dorp komt er niet meer. Het bestuur zegt niet anders te kunnen. Het geld is op. Bij ondernemers leuren voor sponsorgeld ziet het bestuur niet zitten. Daar komen we niet uit, nee. Nee. En je kan ook moeilijk vragen van, om 8000 euro te gaan ophoesten. Hè? En zou je er een stuk of vier hebben, dan is het nog steeds 2000 euro natuurlijk. Maar probeer het maar eens vier mensen of vier ondernemers te krijgen die zeggen, nou, we zijn de coronatijd prima doorgekomen en we hebben wat over. Nee? Ik zou dat niet kunnen verzinnen. Dat we met een feestweek en mensen bij elkaar komen, zeker ook in de coronatijd. Mensen missen dat, mensen willen graag bij elkaar zijn. Het is jammer dat dat dan niet meer kan gebeuren. Als er geen mensen zijn om te organiseren of geen geld daarvoor, dan houdt het op. Toch bestaat de kans dat er wel wat komen gaat. Deze ondernemer heeft nu een jaar een winkeltje in het dorp en ziet mogelijkheden. Maar daar heeft ze wel hulp bij nodig. Ja, en de ideeën gaat echt alle kanten op. Van een kleine silent disco bijvoorbeeld of een mini disco voor de kinderen. Maar ja, ook bijvoorbeeld het Jeu de Boule wat altijd was. Daar heb ik veel mensen over gehoord. Dat je ook denkt van ja, dat moet gewoon plaatsvinden. Nou ja, ik heb weinig tijd, want ik heb een hele grote tuin onderhoud ik onkruidvrij. Ja, je kent het, te druk met werk en andere dingen om dat dan op te pakken. Dus dat is ook, ja, eerlijk maar waar. Nou, en wie wel kan helpen, kan op openingstijden bij Nadine even binnenlopen. Ze zit in de Voorstraat.